Geef de presentatie van je leven over een onderwerp dat jou raakt met een idee dat het waard is om gehoord te worden. Zie hier het recept van de TED Talk. In de volgende vlog geef ik je 3 tips om een hele goede TED Talk te houden. Het was de Amerikaanse architect Richard Wurman die in 1984 de eerste TED-bijeenkomst organiseerde. Hij kwam er namelijk achter dat de wereld van technologie, entertainment en design steeds meer naar elkaar toe ging groeien. Op deze legendarische eerste TED-talk werd de nieuwe Apple-computer getoond aan de wereld en ook de eerste CD-ROM mochten we live bekijken. Gek genoeg was het commercieel geen succes deze TED-talk en het zou tot 1990 duren voor er weer één werd georganiseerd. De Amerikaan Garmin Garrow analyseerde meer dan honderden TED-talks, bekeek meer dan 150 uur aan TED-talks en kwam met een aantal geheimen. Het geheim van een TED-talk is tijd, emotie en doen. Elke TED-presentatie mag maximaal 18 minuten duren. En dat is niet toevallig. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat dat de ideale tijd is om je boodschap over te brengen. Als je meer doet, blijft de boodschap niet hangen bij je publiek. De huidige directeur van TEDx, Chris Anderson, zei ooit een keer: die 18 minuten, dat is lang genoeg om ernstig te zijn, maar kort genoeg om de aandacht van het publiek vast te houden. Het tweede is de E van emotie. Maak gebruik van emotie en roep dat op bij je publiek. Maak ze boos. Maak ze blij. Maak ze verbazen. Of heel enthousiast. Maar doe iets met je publiek. Weet ze te raken. Brian Stevenson, een advocaat en oprichter van de Social Justice Initiative, heeft het record als die spreker die de langste staande ovatie kreeg van het publiek. Je begrijpt het al, Gallo moest deze speech analyseren. En wat blijkt nu? Meer dan 65% van deze speech bestaat uit pathos, uit emotie. Een gevoel oproepen bij je publiek. Dit had direct effect. Na afloop doneerde het publiek meer dan 1 miljoen gezamenlijk aan zijn Equal Social Initiative. De derde is doen. Spreken leer je door te spreken, zei Cicero al en hij had gelijk. Zo'n TED-talk is het werk van oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Voor ons lijkt het misschien alsof een Simon Sinek, een Bono van U2 en Peter van Uhm even het podium opstappen, hun trucje doen en een geweldige TED-talk leveren. In het echt worden ze getraind, krijgen ze tips en moeten ze heel veel oefenen. Van één spreker, Dr. Jill Bolte-Taylor, wordt wel gezegd dat ze meer dan 200 keer heeft geoefend voor ze haar TED-talk in het echt kon houden. De 3 belangrijkste geheimen van een TED-talk zijn: denk aan de tijd, niet langer dan 18 minuten. Maak gebruik van emotie, weet je publiek te raken en doen. Het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Vond je deze tip leerzaam? Heb je er iets aan gehad? Dan kun je me liken. Denk je ik wil meer weten? Dan kun je abonneren op ons YouTube-kanaal en dat kan hier.